Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen en goedemorgen mevrouw de burgemeester. Hoe is het met u? Het is vrijdag 24 april 2020. Het is belachelijk vroeg. En dit is dag 40 van de zombie apocalypse, een zombie apocalypse, day 40. We zitten nu bijna 6 weken in zelfquarantaine, zelfisolatie. En deze 6e week, lieve mensen, het was koekje, eitje. Het was koekje, eitje. Net alsof het allemaal doodnormaal is. Week 5 verveelde ik me wel af en toe. Dat vond ik een hele zware week. Maar deze was koekje eitje. Hij vloog voorbij. Goedemorgen allemaal, mijn naam is V i d i o o t. En ik ben een echte fanboy, een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik vind dat zij het fantastisch doet. Leuke foto is dit, hè. Dat ze zo bezig van, what the fuck. Nee, hier is die leuker. Waar zijn we mee bezig? Dit is in de Stopera. Ze is om zich heen aan het kijken. Helemaal aan hopen. Want al die raadsleden en fracties, politieke partijen, al die politici, ze zijn allemaal gekke shit aan het roepen. Ze zijn allemaal gek. Ik denk ook dat ze allemaal gek zijn, mevrouw de burgemeester. Dit is de RIVM. Ga er maar even voor zitten. Want ja, god. Zo absoluut zijn deze cijfers afschuwelijk. En absoluut afschuwelijk. Maar deze cijfers, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal personen dat overlijden, ja, is dalende. Dit ziekenhuisopnames is echt goed dalende. We zaten in een periode dat er 500-600 mensen per dag naar het ziekenhuis gingen. Dat is drastisch verminderd. Maar er overlijden wel nog steeds meer dan 100 onschuldige Nederlanders per dag aan deze afschuwelijke ziekte. En we zitten nu op 4177 Nederlanders overleden. En mevrouw de burgemeester, ik las deze week dat er 800.000 mondkapjes zijn aangekomen op Schiphol uit China. Na 6 weken binnenzitten. En deze afschuwelijke cijfers, is het wel zo fijn dat er eindelijk wat mondkapjes binnenkomen. Ik heb alleen het idee dat dat wat te laat is. En dat dat misschien wat eerder ingezet had moeten worden. Van dit percentage, van deze totaal aantal positief geteste personen, daar zit een gigantisch percentage in. Het laatste wat ik las was 28%. Dus van al deze positief geteste mensen is zo'n 28% zorgpersoneel. En van die 28% is 81% vrouwen onder de 55 jaar oud. Omdat in de zorg gewoon relatief meer vrouwen werken. En dat betekent dus dat al die vrouwen niet voldoende, of al die zorgmedewerkers, al die besmette zorgmedewerkers, en niet voldoende bescherming hadden. Dus ja, als je 6 weken daarna een keertje aankomt met 800.000 mondkapjes uit China, mevrouw de burgemeester, dan vind ik dat embarrassing. Ik vind dat gênant. Ik vind dat schandalig. Ik vind het een derde wereldland. Het idee dat we dat soort spullen allemaal niet zelf kunnen maken, maar volledig afhankelijk zijn van China is... Ik heb er elders mijn beklagen over gedaan. Dan wereldwijde cijfers. 190.000 doden. Er gaan nog steeds zo'n 6.000 mensen per dag dood wereldwijd. Dat is absoluut afschuwelijk. En wereldwijd raken meer dan 100.000 mensen besmet, geïnfecteerd met dit dood enge virus. Dat is niet best. Onze minister-president, Mark Rutte, heeft heel wijselijk... let u op, mevrouw burgemeester. Ik begrijp er niks meer van. Ik ook niet. Maar Mark Rutte heeft de scholen dichtgegooid. Tot 1 juni. En ja, god, ik ben het daarmee eens. Maar daarna, wat heb je over? Want je houdt helemaal geen schooljaar over. En op mijn school, dochterschool... daar waren helemaal geen lessen gepland voor mei en juni. Gewoon sowieso niet. Want in mei is er de meivakantie. En na de meivakantie zouden al die kinderen moeten zoeken naar een stageplek. En dan in juni zouden ze niet naar school gaan. Maar een hele maand, 4 weken lang stage lopen. En ze zouden dan stage moeten lopen bij een non-profit organisatie. Zoiets als een zorginstelling of een school. Ik verzin dit niet. Een soort maatschappelijke dienstplicht. Dus ja, voor onze dochter, ja, dat schoolwerk gaat nu natuurlijk helemaal opdrogen. Dus die zal vrijwel niets te doen hebben. Een paar toetsen in haar. Ik ben heel trots op die kleine. Het is fantastisch hoe zij weet om te gaan met deze krankzinnige situatie. Ik zie alleen maar hoge cijfers binnenkomen. En ja, wij doen het best goed, vind ik, hier in de bunker in Amsterdam. En niemand in onze omgeving is ziek. En wij weten zeker dat wij niemand hebben besmet. Wij zijn zelf ook niet ziek. En wij lopen rond met mondkapjes aan en handschoentjes aan. En wij hebben mazzel, wij hebben hond. Net als burgemeester Halsema is ook een hond. Als je een hond hebt, ja, dan ga je lekker veel naar buiten. Hey. En helemaal met dit prachtige weer. Dan kwam ik dit tegen. Dit is heel teleurstellend. Kijk hier, er komt mogelijk een reserveringsapp voor het openbaar vervoer. Op deze manier moet het al verder drukte kunnen beperken als er weer meer mensen met de bus en treinen gaan reizen. Volgens de RSC is een werkgroep van het ministerie van Infrastructuur, OV-bedrijven en reizigersorganisatie aan het nadenken over de ontwikkeling van zo'n app. Mogelijk zouden mensen met cruciale beroepen via de applicatie voorrang krijgen. Volgens, daar komt het, Pedro Peters van OVNL kunnen mensen alleen 1,5 meter afstand houden in het OV als hoogstens 1/4 van de gebruikelijke reizigers. Van voor de coronacrisis straks met de bus of de trein gaat. En dat is een beetje een einde aan veel van het onderwijs in Amsterdam. Want al die kinderen die reizen per bus. En wat die kinderen het allervreselijkste vinden, mevrouw de burgemeester, is om met die loodzware rugzak in die overvolle tram, bus en metro te zitten. Dan gaan die kinderen toch gewoon op de fiets? Ik weet niet of het verkeer van Amsterdam een beetje kent, maar de kans dat je dan wordt doodgereden door, weet ik niet, een opgefokte scooter of een opgefokte, weet ik niet, taxichauffeur. Heel veel ouders willen dat niet. Die OV-kaart is juist lekker handig, weet je wel. Dus dit wordt een ramp. Dat is heel vervelend voor mij, mevrouw de burgemeester. Want ik was van plan om stiekem de trein te gaan nemen. En dan in mijn eentje met die hond, 's morgens vroeg, weet je. Bijvoorbeeld om 6 uur pak ik de trein. En dan wilde ik naar het bos gaan. Naar Spaarndam, naar Wouden. En daar kan ik komen per trein, dat is vlakbij. En ik dacht, die ene halte, weet je, dat merk ik niet meer. Dan ga ik de hele dag met die hond het bos in, met lunch en lekker drinken en weet ik veel. En als ik in mijn eentje ben en ik heb handschoentjes aan en ik heb een mondkapje om mijn nek hangen, doe ik hem niet op natuurlijk. Dan krijg ik vast geen boete, ik val niemand lastig. Het is niet noodzakelijk dat reizen, maar die hond die moet gewoon een keer het bos zien. Want er is zat groen bij ons in de buurt, echt waar. Niets dan polderen en slootjes en grote lege grasvelden, noem maar op. Hij komt aan zijn trekken. Maar ik wil naar het bos. Mevrouw de burgemeester. Dat heb ik nu al een paar weken in mijn kop. Ik wil naar het bos. Met die hond. En wat ik ga doen, is ik ga de regels daar anders breken. Want met de trein, dat kan niet meer. Ze vrezen drukte. Ik heb geen zin om in een drukke trein te zitten onder normale omstandigheden. We hebben maar geen zin om in een drukke trein te zitten waar ik moet reserveren, et cetera. Want dan ga ik reserveren en dan moet ik uitleggen waar ik heen ga. Waar ga je heen? Naar het bos. Werk je daar dan? Nee, ik werk niet. Ja, ik ga koekjes brengen naar grootmoeder. In mijn rode regenjas. Nee, ik heb daar niks te zoeken. Wat ga je doen dan in dat bos? Ga je vieze dingen doen in het bos? Nee, ik wil met mijn hond. Oh, nee. Er is geen huisartsenpost. Als jij dan een tandarts bent. En er is dan een tandartsenpost in dat bos. Kom dan maar terug. Dus dat is voorbij. Openbaar vervoer, dat ga ik nu ook mijden als de pest. Dat deed ik al. Maar openbaar vervoer buiten Amsterdam ga ik mijden als de pest. In Amsterdam deed ik het al, want ik vind het gewoon te druk, mevrouw de burgemeester. Dus dat is jammer. Dit is het heel, heel teleurstellend. Dan ander positief nieuws. Er zijn nu 2 veelbelovende trajecten gaande qua bestrijding van deze ziekte. En die eerste daar heb ik laatst een video over gedaan. Dat is een bedrijf in Leiden. En die hebben een middel wat al te koop is. En dat middel heet Ruconet of zoiets. Moet je maar even opzoeken. En dat middel hebben ze getest op 5 coronapatiënten, 5 COVID-19 patiënten. Die zware longontsteking hadden. En 5 van de 5 patiënten toonden verbetering. En volgende week, de aankomende week, gaat datzelfde middel getest worden op 150 patiënten in Zwitserland. Die ook allemaal op de IC liggen en zware longontstekingen. En als dat middel bij die mensen ook goed werkt, bij die slachtoffers, patiënten ook goed werkt, dan gaat het weer in een ander land getest worden. Ik ben er wel positief over. En dat bedrijf in Leiden was er ook positief over. Die zei, nou, bij 4 van de 5 zagen we meteen verbetering qua longontsteking en het bestrijden van die longontsteking. Bij de 5e later. Dus 5 van de 5, dat is een fantastische score. Ik ben daar heel positief over. En ik vind best wat dat het van Nederlandse bodem komt. En dan kwam ik dit tegen. Hier ben ik ook heel positief over. Kijk. Deze Nederlander is een van de eerste proefpersonen voor een coronavaccin. Christiaan Monden. Christiaan is een held. En dit is een relatief vergevorderde poging om een vaccin te vinden. En dat gebeurt in Oxford. En dan gaat hij, ja. En hoppa, de Engelse proef trok internationaal aandacht toen Sarah Gilbert, hoogleraar vaccinologie in Oxford, deze maand kans op maar liefst 80% schatten dat er al in september, na de zomervakantie, een werkend vaccin is. Dat is meer dan een gevoel. Per week beschikken we over meer gegevens, zeg ik ook tegen de Times. Dus dat is ook waanzinnig positief. Nou, het feit, weet je, een werkend vaccin hebben in september, wat in 80% weet ik veel van de gevallen werkt, of in 90%, dan ben je er nog niet. Maar dan zijn we wel een heel eind. De verwachtingen zijn dat we pas, weet je, met, ja, god, je moet. Wat had ik gelezen? Ik had gelezen, de laatste verwachtingen waren dat het een jaar zou gaan duren, 1,5 jaar. Voordat je echt bezig bent met mensen inenten, want je krijgt nog allerlei vormen van wetenschappelijk onderzoek. Voordat we massaal mensen gaan vaccineren. Maar we maken vorderingen. Mevrouw de burgemeester, we komen er wel. Ik heb er wel vertrouwen in. En dan het belangrijkste. Voor de mensen die Amsterdam niet kennen. Wij staan aan de vooravond van wat normaal gesproken. De meest afschuwelijke periode in Amsterdam is. Namelijk Koningsdag. Gevolgd door meivakantie. Gevolgd door de zomervakantie. En vanaf, ja, pak een beet. Die Koningsdag, die kinderen op die scholen, die doen echt niet zo heel veel meer. Tenzij ze kielen staan qua cijfers. Maar als ze er goed voor staan, dan doen ze allemaal geen ruk meer. En dat geldt ook voor het basisonderwijs. Het is prachtig weer tegen die tijd. Het is vooral veel buitenspelen. Grote brandweerspuit aan op het schoolplein. Gek toneelstuk doen. Samen een liedje instuderen. Dagje duinruil, dagje zwembuiten, weet je wel. Dus voor die kinderen is het lekker niks doen. Maar voor de stad Amsterdam is deze periode absoluut afschuwelijk. Want vanaf Koningsdag komen de grootste drongen toeristen en dagjesmensen naar onze prachtig mooie stad. En dan wordt deze stad compleet en absoluut onleefbaar. Want de meer vermogende mensen die hier wonen, de meer hippe trendy, mobiele mensen die hier wonen, die gaan allemaal massaal naar terrassen en restaurants toe. Plus die toeristen erbij. Dus dat wil zeggen dat alles gewoon bomvol is. En alles is ook nog eens heel vaak heel erg duur. Een simpel voorbeeld noemen. Amsterdam kent een aantal foodtruck festivals. Wat is een foodtruck? Zo'n rijdend snackbarretje is dat. Een klein rijdend snackbarretje. Ik nodig iedereen uit om een keertje naar zo'n foodtruck festival te gaan. Daar is het bom en bomvol. En betaal je echt €8,95 of €8,50 voor een pistoletje met kip en satésaus, weet je wel. Het is afschuwelijk duur. En het is bom en bom en bomvol. Dus vanaf deze periode, laten we zeggen mei tot en met einde zomervakantie, heb ik vroeger toen onze dochter klein was, eigenlijk altijd gezegd, oh nee, dat ga ik niet doen in Amsterdam met een kind, want dan word ik gillend gek. Dus normaal gesproken is dit de periode, van mei tot en met eind zomervakantie, dat ik een hele rits tripjes verzin. Allemaal relatief dichtbij en goedkoop. Waar we weg kunnen komen van die drukte. Vroeger toen ze klein waren, speelden ze natuurlijk wel veel in de straat. Met hun vriendinnen, et cetera. Maar naarmate ze ouder wordt, ja, voor die kinderen van 12 plus is er niet zoveel te doen. Dus de laatste 2-3 jaar probeer ik die stad uit te komen naar een plek waar zo min mogelijk mensen zijn. Dus ik ga niet naar Zandvoort, daar is het ook krankzinnig druk. En geregeld krankzinnig duur. En hier in Amsterdam, ja, ik hou toch ook wel van af en toe op een terras zitten. Maar dan kies ik dagen en tijden dat het niet bomvol zit, zeg maar. En de binnenstad, die vermijd ik helemaal. Echt vanaf Koningsdag tot en met einde zomervakantie. Want het is zo afschuwelijk druk. En zo afschuwelijk duur. En vaak heel veel warmer dan. Dus nee, dat is niks voor mij. Dus normaal gesproken zou ik nu een plannen zijn van, goh, die dag ga ik naar, noem maar wat, Haarlem. Waar het een stuk rustiger is. Of inderdaad, het bos. Maar dat hoeft niet meer. En de reden waarom dat niet hoeft is omdat alle horeca is dicht, alle festivals zijn afgelast, alle musea zijn dicht. Die toeristen zijn allemaal massaal teruggevlucht naar hun eigen land. Deze stad is rustiger en leger dan ooit. Sterker nog, ik durf te beweren dat dit de eerste keer is, deze periode, hè, van laten we zeggen Koningsdag. Nou, Koningsdag nog niet, dan krijg je vast nog een hele hoop. Koningsdag is ook afgelast natuurlijk. Oké, dus yes, dit wordt voor het eerst vanaf Koningsdag tot einde zomervakantie dat deze stad Amsterdam ook echt van alle Amsterdammers is. Dus alle ruimte die er in Amsterdam is, publieke ruimte, van speeltuinen tot sportparken, tot gewone parken en andere groen, dat is nu eindelijk van ons. We hoeven het niet meer te delen met hoeveel. Er komen 18 miljoen toeristen per jaar naar Amsterdam, waarvan zo'n 5 miljoen rond deze periode. En die breken de tent af. En die suipen zichzelf een slag in de ronde en nemen bergen en bergen drugs. De politie van Amsterdam en de brandweer van Amsterdam en de EHBO van Amsterdam en de ambulance van Amsterdam en alle andere vormen van handhaving hier in Amsterdam. Iedereen. Alle mensen die daarin werken hebben een pesthekel aan de periode Koningsdag tot en met einde zomervakantie. Want het wordt hier krankzinnige gekte, ieder jaar weer. En het wordt ieder jaar drukker. En dat is nu allemaal niet het geval. Zelfs Pride Week, waar weet ik veel, 3 miljoen mensen op afkomen of zoiets. Met altijd toestanden en akkefietjes. Zelfs Pride Week is afgelast. Dus het is hier dood en dood en doodstil. Geen vliegtuigen. De snelweg is leeg. De luchtkwaliteit van Amsterdam is op dit moment beter dan ooit. Ja, vind ik gek. Verdere voorspelling. Deze periode, Koningsdag tot en met de zomervakantie. Ik zei het al, dat soort hippe vermogende mensen, die gaan dan allemaal massaal op terrassen zitten om gezien te worden. En naar mensen te staren. En hele dure koffie lattes te drinken van €4,75. En een salade van €14,95. Terwijl ze heel hip en trendy zitten te doen. Die mensen kunnen niet zonder. Die moeten naar die terrassen toe. Die moeten daar buiten zitten. Dat kan niet meer. Want alles is dicht. Wat gaan die mensen doen? Nou, mensen die geld hebben en het zich kunnen veroorloven, die zullen ervoor kiezen misschien om een vakantiehuisje te boeken. Misschien mensen met kinderen. Maar die vakantiehuizen zullen waanzinnig duur zijn. Want niemand kan vliegen. Dus iedereen is een gekke broertje wil een vakantiehuisje. Maar goed, een x-aantal van die mensen slaagt erin. Dus we hebben nu 1, niet die toeristen. En dan een x-aantal mensen die hem smeren naar een vakantiehuisje. En dan weer andere mensen. Mensen die bijvoorbeeld een vermogende papa en mama hebben. Ja, met een groot huis. Die zullen zeggen, nou, weet je, ik wil naar het buitenland. Ik wil lekker naar Barcelona. En dat kan ik nou allemaal niet. Ah, weet je wat? Ik ga naar mijn ouders toe. Ik stap in mijn autootje. Of ik stap in de trein. En ik riskeer het. En ik ga naar mijn ouders toe. Dus geen toeristen. Een hele hoop mensen naar hun vakantiehuisjes. Mensen die een eigen huisje hebben. Die zijn helemaal klaar. Maar anders eentje huren. En een hele hoop mensen die naar hun vermogende ouders gaan. Dus die stad die wordt nu rustiger. In plaats van drukker. Dat is nog nooit gebeurd. Althans niet zo lang als ik leef. En je ziet het. En hoort het nu al om je heen. Het is zo afschuwelijk rustig op straat, mevrouw de burgemeester. Lieve mensen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En mensen zijn zo vreselijk vriendelijk tegen elkaar. Wildvreemde mensen zeggen je gedag. Mensen lachen naar elkaar. Maak een praatje met elkaar. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je kinderen? Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is alsof je woont in een heel groot dorp waar iedereen aardig tegen elkaar doet. En dat komt natuurlijk omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Nee, iedereen moet binnen zitten. Iedereen is bezorgd om de economie. Iedereen is bezorgd om die ziekte. Dus dat is 1. Dat werkt verbroederend. Inderdaad een beetje. Zoals tijdens de bezetting door de Duitsers. Ik heb daar wel verhalen over gehoord van mijn oma. En die zei dan van, nee, iedereen, weet je, eensgezind. Iedereen is solidair. En vertelde me fantastisch leuke verhalen. Hoe vriendelijk en aardig mensen voor elkaar waren. Altijd moeilijk voorstelbaar geweest. Maar nu ik zelf een variant daarvan aan het meemaken ben. Het spijt me, wat er aan het gebeuren is, lieve mensen, dit dat is absoluut afschuwelijk. Het is met recht de allergrootste ramp die ik ooit heb meegemaakt. En ik denk dat heel veel mensen er zo over denken. Ik ben een beetje de leeftijd van mevrouw Halsema. Zo ook rond de 50. En dit is absoluut afschuwelijk. Maar de rust en de stilte, het is heel erg zen, heel erg onwerkelijk. Het is alsof je in een soort, ja, weet ik niet, hoe heet die film? Stepford Wives, weet je, Stepford Wives of Westworld. Weet je, zo'n dorp waar iedereen vriendelijk doet, maar eigenlijk. Ja, zo'n horrorfilm waar iedereen gehypnotiseerd is of overgenomen wordt door aliens of zoiets. Het is zo afschuwelijk onwerkelijk. Jong en oud, man en vrouw en alles wat daar tussenin zit. Religieus en niet religieus. alle nationaliteiten die hier in deze stad wonen. Ik zie normaal gesproken mensen flippen in de supermarkt om niks. Of flippen bij de pinautomaat. En ik zie kinderen flippen in de supermarkt. En ik zie kinderen flippen op het plein en flippen op het grasveld. Niemand is hier aan het flippen. Al wekenlang niet. Het is, mevrouw de burgemeester, het is een soort hippie overhazen geworden, Amsterdam. En daar zat ik een beetje over na te denken. En we moeten sowieso nog een maand, meer dan een maand, nog 5 weken. We moeten nog 5 weken binnen zitten, grotendeels. En zelfisolatie en afstand van elkaar houden. En de scholen dicht. En noem maar op. En daar zitten mij bij. En daarna begint de zomervakantie. Maar ik denk niet dat alle vliegvelden en treinstations en internationaal verkeer open gaat van de zomer. Dat zou heel dom zijn, denk ik. En het lijkt me niet dat regeringen zo dom zijn. Dus de zomer zal het hier ook in Amsterdam dood en doodstil zijn. En dit is wat ik voorspel. Dit is waar ik voor ga. Summer of Love. En voor de mensen die niet weten wat dat is. Nou, in 1967 beleefde de hippiebeweging wereldwijd hun hoogtijdagen met grote festivals en samenkomsten. En heel veel protest tegen de Vietnamoorlog. En het was de Summer of Love. Weet je? Iedereen was vriendelijk tegen elkaar. Iedereen was solidair. Iedereen was tolerant, eensgezind. En inderdaad, wel heel veel drugs en vrije liefde. Nou, dat heel veel drugs, daar doe ik niet aan mee. En vrije liefde, zou ik mij uitkijken met corona. Dus dat schrappen we dan ook. Maar weet je, allemaal lief doen tegen elkaar. Allemaal relaxed doen tegen elkaar. Ik bedoel, iedereen zegt voortdurend goedemorgen tegen elkaar. Mevrouw. Dus, hey, goedemorgen, hoe is het met jou? Mensen zeggen dankjewel bij alles. In de supermarkt is het normaal. Tas inlaaien. Wilt u een bonnetje? En weglopen, weet je wel. En nu is het, dank u wel. Hey, sterkte. Nee, dank u, ik hoef geen bonnetje. Het is vrij bijzonder. Mensen bedanken van, hey, dankjewel dat je die kar aangeeft. Hey, waar wilt u dat ik die kar weer neerzet? En iedereen wacht rustig op elkaar op 1,5 meter afstand. En ook op straat, als ik die hond aan het wandelen ben. Ik kwam een paar joggers aan. Ga ik naar de andere kant van de stoep. Of ik loop op de stoep. Of ik loop op het fietspad, komt een fietser aan. Die doet zijn duimpje omhoog. Hé man, sterkte. En hij gaat naar de andere kant van de straat. Dat is onvoorstelbaar om mee te maken. En ik ben er nu aan gewend geraakt. En ik doe het zelf ook. Ik ben gewoon veel vriendelijker. Ik ben veel relaxter. En dat komt omdat die stad minder druk is. Ik denk dat echt dat het daardoor komt. Die enorme, massale overlast van die toeristen. Al die cafés, helemaal bom en bom vol. Al die idioten met hun rolkoffer. Al die trams, al die bussen, helemaal bomvol. Die hele binnenstad, bomvol. De wallen, bomvol. Die musea, bomvol. Al die hotels, bomvol. Als je denkt wat die mensen verbruiken, die miljoenen toeristen, wat ze verbruiken aan eten en drinken en plastic. Wat ze verbruiken aan water en riolering. Wat ze verbruiken aan energie en internet. Dat valt helemaal weg. Het is zo relaxed om mee te maken. En ik begrijp dat deze crisis is voor de economie van Amsterdam absoluut desastreus. Ik denk dat Amsterdam 25% tot 30% van al hun restaurants, al hun horeca gaat kwijtraken. Ik denk dat er ook een groot aantal hotels failliet gaan. En al die festivals een keertje niet in die parken. Mevrouw de burgemeester. Die parkdiensten hier in Amsterdam. Die klagen al jaren steen en been. Dat die festivals een enorme belasting zijn op die parken. Op de natuur in die parken. Dus om dat een keer een zomertje over te slaan. Net als een soort autoloze zondag. Dat is helemaal geen slecht idee, weet je. Je moet een beetje proberen toch de positieve kanten hiervan te ervaren. Want zoiets als dit maak je nooit meer mee. Amsterdam, waar iedereen aardig tegen elkaar doet. Amsterdam, waar mensen dingen lopend doen. Normaal gesproken, dat soort jongens op scooters. Bij ons in de buurt, die jongens die zijn heel behendig. En die kennen alle straten en alle bochten en alle hoeken op hun duimpje. Dus die kunnen met razende snelheid door die straat heen soeven. Zonder mensen of auto's of andere dingen te raken. Die jongens die rijden nu langzaam. En stoppen en laten kindjes oversteken en zo. Normaal toeteren ze, zeggen ze, hey, fuck aan de kant, zie je me hier niet rijden. Het is onvoorstelbaar. Sterker nog, je hoort die scooters nu niet eens meer, want ze rijden nu zo langzaam. En dat is geen lawaai maken. Zelfs het vuil dus. Weet je, het grof vuil wordt nu netter gestapeld. En de straten zijn schoner. En je hoort niet meer overal om je heen dat Engels. Weet dat eindeloos mensen die altijd maar alles in het Engels aan het doen zijn. Omdat een hele hoop van die mensen vertrokken zijn. Het is een hele bijzondere ervaring. Koningsdag wordt geschrapt. Ik deed niet mee aan Koningsdag. We hebben vroeger, toen ik klein en jong was, haar een paar keer laten verkopen. Op een plein ergens in de buurt. En ik ben 1 keer met die kleine om het te laten zien wat het was. Volgens mij 13, zal dat vorig jaar geweest? 13? Ja, het zijn 2 jaar geleden. Toen heb ik Koningsnacht met haar gedaan. Maar niet tot laat hoor. Maar dus gewoon die avond aan haar laten zien. En toen wij begonnen, toen liepen wij de stad in. Toen was het 6 uur 's middags, 6 uur 's avonds. En toen was iedereen al helemaal uit het bol. En wij hebben toen wat straatjes Jordaan gedaan. En wat grachten gelopen. En alles lag toen al onder met bier. En wij zijn afgehaakt om 9:00. En tegen die tijd kwam ik al een hele hoop verwijde pupillen tegen. Het was onvoorstelbaar wat mensen aan het verbruiken waren. Of misbruiken moet dat zijn. Ja, je geniet er natuurlijk. Maar ook mensen van mijn leeftijd die helemaal uit hun plaat waren. Maar echt om 6 uur 's middags al. Als die Koningsnacht net moet beginnen. Nou, dat wilde ik 1 keer aan mijn dochter laten zien. Die stond ernaar te kijken van, jezus, waar ben ik beland? Dus ik zeg, dus ja, Koningsnacht voor de binnenstad. Dat is gewoon alleen maar zuipen. Dat is wat het is. En keiharde muziek. Mijn vullingen deden ze. En overal werd overpriced junkfood verkocht. En zelfs de vegetarische en veganistische aanbiedingen waren afschuwelijk duur. Ik vond het helemaal niks. En vorig jaar, toen ben ik de stad ontvlucht. Toen had ik er echt helemaal geen zin in Koningsdag. En dit jaar wordt die gecanceld. Sorry mensen, maar om het een keertje niet te doen, weet je, die hele stad af te breken met al die alcohol en dit en dat. Wat denk je dat de politie daarvan vindt? En de ambulance en de waringskeurendienst. En wat denk je dat de schoonmakers van Amsterdam daarvan vinden? Die mensen die zijn op dit moment naakt de horlepiep aan het doen op het fucking balkon. Die mensen die zijn in het jagen en springen. Stel je even voor, jij werkt bij de reinigingsdienst. En jij krijgt te horen, oh, Koningsdag gaat niet door. Dan ga jij hysterisch staan lachen. Misschien barst je wel in huilen uit. Ik denk dat dat ook geldt voor politiemensen. Denk je even in de Koningsnacht op en rondom de wallen en de dam en de dit en dat. Weet je wat dat oplevert? Honderden en honderden aanhoudingen en mensen die onwel worden en ambulancepersoneel wat erheen moet en vechtpartijtje hier. Een vechtpartijtje daar. En een gigantische berg vandalisme. En waarschuwingen. En toezicht. En opletten. En videobeelden. En dat kost bakken en bakken met geld en tijd. En wat denk je? Zo'n politieman. Die wil ook liever. Of zo'n politievrouw. Die wil ook wel liever een dagje vrij zijn. Dus het schrappen van Koningsdag. Ik weet dat we er allemaal om moeten huilen. En weet ik veel. Vanuit huis. Een digitale vrijmarkt moeten doen. Sorry, het spijt me. Ik vind het prima om het een keer een jaartje over te slaan. Geen junkfood, geen toeristen, geen lawaai, geen optredens. En niet iedereen die zich helemaal een slag in de ronde aan het zuipen is en dat vervolgens ergens aan het uitkotsen is om daarna door te gaan zuipen. Dus namens mijzelf en mensen die bijvoorbeeld werken bij de reinigingsdienst en een hele hoop andere Amsterdammers, ik heb er geen problemen mee. En dan die bevrijdingsfestivals, die zijn op 5 mei. Poeh, die kun je hier horen. En wij wonen buiten de ring, mevrouw de burgemeester. En die gaan door tot 2 uur 's nachts. Boom, 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 boom. Ik kan me herinneren, vorig jaar bij die leuke bevrijdingsfestivals, of gewoon al die festivals van de zomer. Een keer een gek met een vuurwapen, andere keer een andere gek die had een vuurwapen bij zich. Weer een keer een andere gek een steekwapen bij zich, heel zootje drugs. En 's morgens zien die parken eruit, alsof er een oorlog is geweest of zo. Of nee, wacht, het was een festival. Dus om die parken een zomertje te sparen, ik vind dat helemaal geen enkel probleem. Nou, dan zijn er heel veel mensen die zijn voetbalfan. Helemaal wild van het voetbal. Mij kan niets van schelen. Ik ben nooit echt een voetbalfan geweest. En hoe ik mij voetbal voorzie is waar voor de zomer. Dat is hetzelfde, toch? Dat is ook allemaal suipen en rellen en overlast. En heel veel politie op de benen. Heel veel beveiliging in de treinen, speciale bussen. En dat doen we een keertje niet. Ik vind dat helemaal niet erg. Dit zijn allemaal dingen die enorm kostenbesparend werken en milieuverlichtend zijn. En de omstandigheden, blijf ik bij, tuurlijk, het is allemaal waardeloos. Ach, vreselijk. Zoveel zieke mensen. Zoveel schade aan onze economie. Maar ik voorspel vanaf Koningsdag tot en met einde zomervakantie 2020. Dat wordt de Summer of Love in Amsterdam. Een zomer waar iedereen gewoon vriendelijk tegen elkaar doet en relaxed tegen elkaar doet. En dat afstand houden, weet je, waar je dus feitelijk, nu doe je het omdat je anderen niet wil besmetten. Maar wat je ook aan het doen bent is, je bent iemand zijn personal space en je bent iemand zijn boundaries aan het respecteren. En ik weet dat, ik kan niet tegen plekken waar het druk is en zo. Ik vind het eigenlijk wel heel prettig. Als mensen een beetje afstand van me houden, weet je. Ze respecteren mijn personal space. En het is heel lekker om meer ruimte om je heen te hebben. Nogmaals, omstandigheden zijn shit. Dit is shit. Maar dit is wat ik voorspel. Amsterdam, vanaf nu, vanaf Koningsdag tot en met einde zomervakantie. Al die festivals weg, al die toeristen weg, al dat voetbal weg. Al die horeca weg. Wat je gaat krijgen is, mensen zoeken ergens een stukje gras. Of gaan lekker op een balkonnetje zitten als ze er een hebben. Of gaan een stukje wandelen met de hond. Doe iets goedkoops. Want je hoeft niet al die bakken geld uit te geven en zo. En mensen die kunnen, die zullen de stad ontvluchten. En wat je overhoudt zijn allemaal een soort groot dorp. Waar iedereen heel vriendelijk tegen elkaar doet. Peace en love. En understanding. En ik wil het echt niet overdrijven, want ik zie dat nu al om me heen. Ik ben gisteren 2 uur lang met die hond wezen wandelen. Ik kwam bijna niemand tegen, maar de mensen die ik tegenkwam waren allemaal super vriendelijk. En ik heb met meerdere mensen een praatje gemaakt. Super vriendelijke, leuke mensen. Dat zijn allemaal dingen die zou ik normaal niet doen. Ik zou gewoon die hond uitlaten en even van A naar B gaan. En die mensen ook. Mensen spreken elkaar niet echt aan. Weet je, Amsterdam. Iedereen gaat van A naar B. Maar nu. Het is heerlijk. Het is een heerlijke ervaring. En die stilte. En niet die snelweg. Niet die sirenes. Niet die knallende trams. Niet die horde mensen. Het is... Mevrouw de burgemeester, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En dit is wat er aankomt. Dit is wat er aankomt. Het wordt alleen maar... Nog beter, The Summer of Love. I'm calling it. Amsterdam, zomer 2020, wordt The Summer of Love. Lieve mensen, we moeten er een beetje positieve spin aan gaan geven. En wij gaan het met z'n allen doen. Een zomer zonder ruzie, zonder opstootjes. Mevrouw de burgemeester, wist u dat de misdaad in Amsterdam is gehalveerd? Ja, dit is de stad waar mensen op elkaar schieten met motherfucking kalasjnikovs. Dit is de stad waar mensen een granaat achterlaten. Bij een Indonesisch restaurantje. Dit is de stad waar mensen elkaar helemaal tot losslaan. Homo's afranselen. Mensen met de dood bedreigen. Koppen afhakken. Je kan het zo gek niet verzinnen. Berovingen. Vrouwen die lastiggevallen worden, et cetera. Het is allemaal gehalveerd. Het is onvoorstelbaar. Hoe denk je dat de politie zich voelt? Die zijn op dit moment dol fucking gelukkig. Sport, er wordt niet gesport. Ja? Dus weet je hoeveel sportende kinderen en oude rotten zoals ik. En in de weekenden, weet je, als de sportvelden vol zijn, dwars door de EHBO heen gaan. Een willekeurig weekend in Amsterdam, sport. Hoeveel van dat soort oude rotten zoals ik en dat soort jonge wilde kinderen eindigen op de EHBO? Sport is er niet. Dus die EHBO's die zijn leeg. Hoe denk je dat die mensen op de EHBO dat vinden? Die hebben zoiets van, jotten. Een weekendje niet die stress, die weekenddiensten. Die zijn absoluut afschuwelijk. Want er komen allemaal zwaargewonde kinderen binnen met enge breuken en röntgenfoto's en weet ik veel wat voor drama's. Dat is allemaal weg. Ja? Auto-ongelukken zijn aan het halveren. Files zijn aan het verdwijnen. En ik geef volmondig toe. Ik sta niet te juichen aan de zijlijn. Nou, misschien toch een beetje. Dit is afschuwelijk. En dit is helemaal afschuwelijk. Dit is om te huilen. Na het weekend zijn er 200.000 mensen dood. Aan deze dood, enge ziekte. En dan zullen we een beetje richting de 3 miljoen besmettingen gaan. Ik ga proberen de positieve kant ervan in te zien. Ik ben daar nou al een paar weken serieus mee bezig. Ik zie alleen maar vriendelijke, relaxte mensen om me heen. En het is rustiger en stiller dan ooit. Ik ben vaker buiten dan ooit. Ik vind het wel prima om dit een jaar, 1,5 jaar te doen. En niet kunnen reizen per trein naar dingen als een strand of duinen of bos vind ik problematisch. En voor scholen dicht, ja, ze kunnen vanuit huis werken toch? Waarom niet? Kinderen zijn oud en wijs genoeg om dat te doen. En laten we hopen dat ze een beetje mogen sporten ergens op een gegeven moment. Geen tennis doen. Daar ben je 1,5 meter van elkaar verwijderd. Tennis wordt ineens razend populair omdat het geen contactsport is misschien. Maar goed. Genoeg van mij gelul. De cijfers zijn afschuwelijk. Maar ik vind het heerlijk rustig. Ik woon in een groot dorp. Waar iedereen vriendelijk tegen elkaar is. Elkaars personal space respecteert. En ja, solidair en leuk tegen elkaar is. En ik voorspel een Summer of Love. De periode van Koningsdag 2020 tot einde zomer 2020. Het wordt de allerbeste zomer ooit. Het wordt helemaal super relaxed en helemaal fantastisch. Met prachtig weer. En niet al die gekte. Geen pretpark Amsterdam. Maar inderdaad Amsterdam voor de Amsterdammers. De mensen die hier echt wonen. En op het moment dat je al die gekken uit deze stad verwijdert. Dan blijken wij met z'n allen hele relaxte leuke mensen te zijn. Summer of Love 2020. Mevrouw de burgemeester, ik vind dat u het... Ik begrijp er niks meer van. Nee, ik ook niet. Er is iets vreselijks gaande, maar iedereen doet vriendelijk. Lieve mensen, blijf allemaal gezond. En we gaan dit met z'n allen doen. Dit wordt helemaal te gek. Summer of Love.